zomers en geen winters. Het is er het hele jaar warm en vochtig. Er valt heel veel regen en het stikt er van de dieren. Dat is het tropisch regenwoud. En tropische regenwouden zijn heel bijzonder, want ze zijn namelijk al oeroud. Sommige al wel 100 miljoen jaar. Oep. En je vindt het tropische regenwoud rondom de evenaar. In de Amazone bijvoorbeeld, in Zuid-Amerika. Hier in Afrika bijvoorbeeld, in Congo. En helemaal tot in Azië, hier in Indonesië. En het regent dus echt superveel in het tropisch regenwoud. Soms wel 8 keer zoveel als in Nederland. Maar hoe kan dat? Nou, dat zit zo. In de ochtend warmt de zon het woud op en wordt het lekker warm. Daardoor verdampt er water en ontstaat er waterdamp, net als hier. En die waterdamp die stijgt op naar een hogere luchtlaag. Dat is hier even nu het glasplaatje. En in die hogere luchtlaag is het kouder, waardoor de waterdamp condenseert en er dikke druppels ontstaan. Die druppels die vormen dan weer een wolk. En als die wolk zwaar genoeg is, dat is meestal zo rond de middag, dan laat die wolk het water weer los in de vorm van een enorme plensbui. En dat gebeurt dus elke dag, hè? Het is dus letterlijk een regenwoud.